Nou, die hengel lag max ook weer 10 minuten in nadat ik hem weer had uitgezwommen. Tijdens de uitzwemmen zag ik al vissen onderdoor zwemmen. Waaronder dus deze. Ik heb deze 100% zeker zien zwemmen. Want ik dacht nog, oh, wat een grijs hoog visje. En goed, hij kon de tijgernootjes dus niet links laten liggen. Dus ook deze ging voor de bijl. Prachtig, hè? Zo zie je maar, als je op de vis zit, dan hoeft het niet lang te duren. Het is wel echt een oud visje zo te zien. Ook te zien aan zijn bek helaas en aan zijn vinnen en zo. Die is wel vaker gevangen. Maar goed, ik ben er wel blij mee in deze omstandigheden. Hoe bruut is dit, hè? Ik ben benieuwd of er nog wat gaat komen. Ik heb wat gevoerd. Maar ik kan me voorstellen dat die groep met vissen nu even pleit is. Maar goed, gisteravond lagen er echt mega veel. Als in 40, 50 vissen misschien wel. Dus ik zorg dat ik eind van de middag alles strak heb liggen. En wie weet dat die school dan terugkomt. En daar zaten ook echt een paar flinke units bij. We gaan deze terugzetten en dan gaan we eens even plekjes zoeken voor de andere twee hengels, want die liggen er nog ineens in.